Zaterdagavond trok KFC Isegem naar KSV Temse. Isegem kan geen beroep doen op de geschorste Gwenny Obroek. Het is Niels Verschuren die in de ploeg komt. Het is 6 minuten wachten op het eerste doelgevaar en het is meteen raak voor Isegem. Het is Bitrimeu die koel afwerkt nadat hij in de diepte werd gestuurd door Hambani. Het is Isegem die het openingskwartier domineert. Hugelier trapt hard op de doelman. En bij de daaropvolgende hoekschop kan Bitrimeu tot 2 maal toe uithalen, maar de bal belandt achter het doel. Na een hoop 20-tal minuten spelen probeert Temse het evenwicht wat te herstellen. Komt echter niet verder dan enkele hoekschoppen. Isegem was de betere ploeg in de eerste helft en het komt op een 0-2 voorsprong. Na een vrije trap lost de doelman de bal en het is Van Doorne die deze tegen de netten kan trappen. Pik stuurt in één tijd Bitrimeu in de diepte, maar deze ziet zijn poging gestopt door de doelman. En ook de knapste aanval van de wedstrijd belandt uiteindelijk bij Cornelis, die nu met zijn linker geen kracht kan zetten op de bal. Het enige doelgevaar van de thuisploeg komt er in de slotminuut van de eerste helft. Na een vrije trap wordt er maar net naast het doel gekopt. We gaan rusten met een 0-2 voorsprong. Temse komt iets gretiger uit de kleedkamer, maar het is Delreux die zijn mislukte voorzet op het doelhout ziet belanden. En aan de overkant trapt de thuisploeg ver naast het doel. Temse slaagt er nauwelijks in Isegem te bedreigen. Onze rood-zwarten controleren de wedstrijd en prikken er regelmatig tegen. Er komt ook geen slotoffensief van de eerder matig acterende thuisploeg. En wanneer deze toch een schietkans krijgen, komt de Pape niet in de problemen. De verkleurde toeschouwers kijken al uit naar het einde van de wedstrijd. En deze zien de ingevallen biljet nog tegen de bovenkant van de lat trappen. De eindstand blijft 0-2 winst voor Isegem. Dank voor het kijken en graag tot een volgende KFCI TV.